dat kan. Je kunt een boek schrijven waarin je overduidelijk een punt kan maken, bijvoorbeeld over zoiets als ongelijkheid. We zien dat iedere dag op het nieuws, we lezen kranten erover. Maar wat ik eigenlijk wilde doen was een verhaal schrijven waarin de lezer het personage wordt. En dus geen oordeel velt van buiten naar binnen, maar zelf voelt hoe het is om een ander leven te leiden dan je eigen leven. Anju bijvoorbeeld woont in een wereld waarin hij helemaal zichzelf niet kan vergelijken met anderen. Hij weet niet dat er misschien liefdevolle ouders bestaan. Hij weet niet dat er scholen bestaan, plekken waar kinderen kunnen spelen, waar er liefdevol voor ze gezorgd wordt. In het geval van Lucy is dat eigenlijk hetzelfde. Zij woont op een steenworp afstand van iemand als Elisabeth, die alles heeft. Maar Lucy kent niet anders dan de berg, de sloppenwijk. En heeft zij nou zo'n ontzettend ongelukkig leven? Kijken we nou met vreselijk veel medelijden naar haar? Nee, helemaal niet. Als je het leven beleeft door haar ogen, dan zie je vooral lichtvoetigheid en plezier. En dat is een andere kant van ongelijkheid die wij heel vaak niet kennen. Dus het invoelen van wat het is om niet over je eigen leven te kunnen beschikken en tegelijkertijd niet met afstand medelijden hebben met mensen, maar gewoon zien dat ook dan het leven gewoon het leven is. Met alle geweldige en nare en liefdevolle en hatelijke dingen die daarbij komen kijken. Schuim der Aarde gaat voor een groot deel over lotsbestemming versus maakbaarheid. In de westerse wereld hebben wij bijna een heilig geloof in het feit dat wij ons eigen leven kunnen vormgeven. Terwijl in andere landen veel meer een cultuur van lotsbestemming heerst. Hoe zie jij dit? Had Anju op enig moment zijn achtergrond achter zich kunnen laten?